Hallo, een hele goede avond. Avond is nog niet, hè? Half 5. Sorry, dus, half 5 is nog niet avond, hè? Wie dat al avond vindt, die gaat vroeg, heel vroeg gaan slapen, hè? Soms zou ik dat wel een keer willen, heel vroeg gaan slapen. Maar Mille Jules gaat dat helaas niet. Die is echt effectief nachtbraker, een nachtmens. Hij heeft heel weinig slaap nodig. En wij hebben net ietsje meer slaap nodig. Maar ja. Kijk, zie, wij zitten nu in een auto zonder onze Jules. Onze Jules hebben we net eventjes nog snel nog gaan afdroppen nog bij mijn mama. Snel, alles snel. Vandaag is alles snel. Ja. Vandaag hebben we heel veel dingen al gedaan. Inkopen gaan doen, dan naar daar rijden, naar leverancier rijden, pakketjes gaan wegbrengen. Kind en gezin hebben we ook nog gedaan. We hebben eigenlijk van alles gedaan. We hebben zelf geen tijd gehad om te vloggen. Nee, dat is waar. Nu ben je weer al onderweg, weer al in die auto. Nee, ja, dat is waar. Ja. Maar we zijn dus nu eigenlijk onderweg naar het ziekenhuis. Ik ga 4 minuten te laat zijn, maar kijk. We zijn nu onderweg nog naar het ziekenhuis voor een mammografie. De vrouwelijke volgers hier zullen waarschijnlijk al weten dat het een mammografie is. Maar ik zal toch nog eventjes uitleggen. Mammografie is dus eigenlijk een soort van... Ja, dat ze gaan dus eigenlijk de borsten onder zo 2 platen precies zo klemmen. En daar maken ze dan... Ja, ik weet niet of dat echt een rondgefoto of een CT-scan of hoe dat zoiets ook precies is. Ervan maken en dan gaan ze kijken of alles in orde is. Ik heb dat de eerste keer gedaan net voor ik zwanger werd van onze Jules. En toen hadden ze eigenlijk iets opmerkelijk gezien. Dat ze zeiden van kijk, we gaan dat wel mee moeten verder opvolgen. Maar toen kwam natuurlijk de coronacrisis. De crisis ook, maar gewoon dus ja corona. En werd dan in het ziekenhuis bijna niks meer toegelaten. En toen werd ik dan zwanger, dan mag je dan die onderzoeken niet meer doen. Toen gaf ik dan borstvoeding, dan kan je die onderzoeken ook niet meer doen. Omdat je dan veel te veel spierweefsel hebt in je borsten. En toen was ik dan gestopt dan bij borstvoeding. En dan heb ik even gehoord van, ja, kijk, wanneer mag je het dan wel doen, nog eigenlijk zo dat onderzoek. Dan zeiden ze van, ja, dat mag dan 3 maanden daarna, 4 maanden daarna. Omdat je dan minder veel spierweefsel hebt dan in die tussentijd, breek dat eigenlijk een beetje af. En dan zien we het weer goed. Maar dan heb ik een afspraak gemaakt en dan nu de eerstvolgende afspraakmoeilijkheid dat er was, is dus vandaag. Dus mensen die problemen hebben, of dus eigenlijk al, stel dat je nu kanker zou hebben, allee, niet dat geval nee, dat is, gaan ze wel sneller helpen, hè? Ja, maar niet, maar stel dat je dat niet zou weten, hè? Dat, ah ja. Dat nu, allee, ja, dan zit jij zo ja, ver het ziekenhuis. Voorhand, ik weet niet, vroeger had ik al een beetje dat ik het gevoel dat in het ziekenhuis dat je altijd heel erg lang moest wachten. Maar sinds dus de corona heb ik het gevoel dat echt die wachtlijsten precies nog langer zijn. Het is eigenlijk niet oké. Okay, dat heeft natuurlijk te maken met dat er te weinig personeel is, ten eerste. En ten tweede, dat het beroep niet aantrekkelijk wordt gemaakt. En dat bedoel ik het financiële plaatje ook. Hè, en de uren waarschijnlijk. Ja, en het was ook eigenlijk zo van... De mammografie was in ons gebruikelijke ziekenhuis, waar wij eigenlijk altijd op controle gaan. Ik eigenlijk altijd op controle ga, ook eigenlijk de gynaecoloog en zo. Daar was eigenlijk de mammografie enkel maar mogelijk op een vrijdag. En op een vrijdag werken wij. Dus moest ik dus nu ook nog een keer richting een ander ziekenhuis. Dus we hebben natuurlijk wel heel veel respect voor iedereen die daar werkt. Dat zijn geen kritische noten naar hun. Hè, want die mensen die hebben ook maar 2 handen natuurlijk. Dus ik heb daar alle respect voor. Maar wat het fout loopt, is dus eigenlijk de regering. Hè, die bepalen hoeveel dan die mensen mogen verdienen. Maximum, minimum, weet ik veel wat allemaal. Wat duren, wat roosters, wat onmenselijke zaken dan die allemaal moeten doen. Ik vind dat ze daarvoor meer geld moeten vrijmaken. En vanaf dat ze dat gaan doen en ze gaan daar dus eigenlijk een aantrekkelijk beroep weer van maken, zoals het vroeger eigenlijk was, of misschien toch beter was geweest, dat beter vroeger was dan nu, in de gezondheidszorg, wel, dan gaan ze meer personeel vinden, dan gaan ze meer mensen die bereid zijn om zo lang te studeren daarvoor, en dan gaan ze daar weer mee kunnen verder gaan. Nu, ja. Scheelt er een beetje iets aan de gezondheidszorg in België. Ja, mag het zeggen, hè? Ja. Het is wat het is. Inderdaad. Maar ja, kijk, dus nu zijn we dus onderweg richting, dus eigenlijk, richting dus het ziekenhuis. Het is een ander ziekenhuis als waar ik altijd ga. Altijd ga dus even ook weer even terug uitzoeken wat en hoe allemaal het daar eigenlijk aan toe gaat. En dan die onderzoeken. Ik weet dat van de vorige keer dat dit eigenlijk best nog wel eigenlijk pijn. Maar ja, het moet wel gebeuren natuurlijk, dus daarmee eventjes in mijn pijnlijn. Ik hoop dat het nu gewoon deze keer gewoon een normaal, gezond resultaat heeft. Dan moet ik ook niet meer verder blijven op controle komen. Maar het is toch wel een beetje wat eigenlijk spannend. Ik ben best wel vandaag de hele dag eigenlijk ook al wat zenuwachtig zo daarvoor. Van, ja, allereerst in instantie mag ik dus weten dat het dus ook ja, pijn doet. Maar anderzijds ook gewoon, ben ik ook een beetje bang van, stel dat het dan toch niet echt een goed resultaat heeft. Wat dan weer al? En... Pff,
Allee, ja. We zullen het wel zien. Positief blijven denken, positief blijven hopen. En ik denk, of ik hoop toch alvast, dat ik straks al wel iets meer weet. Hier zijn we naar rechts, hè. Ja. We gaan zeggen dat wel eigenlijk al iets meer weet of het al dan niet goed gaat zijn. Spannend. En, hoe was het allemaal? Het was allemaal in orde. Ik heb wel nog aan beide kanten nog wel kisten zitten. En dan één borst, zelfs meerdere kisten, allemaal samen. Maar niet om te zeggen van iets alarmerend of zo. Ik moet het wel natuurlijk wel eigenlijk mee in de gaten, maar ik ben wel heel erg blij. Amai. Oeh. Eigenlijk wou ik mij niet helpen. Nee. Allereerst, ik kom hier aan. Ik was al krap qua tijd. Het was laat. Het was twee à drie minuten te laat. Ja, twee à drie minuten te laat. Dat was laat. En ik ben dus op vakantie. Mijn identiteitskaart... En bankkaart. En bankkaart thuis kwijtgeraakt. Ja, hebben we nog niet gevlogd. Hè? Hebben we niet gezegd, we ook veel te laat achter gekomen. Maar goed, ik moet daarvoor een aantal pasfoto's nog laten maken. Ja. Dus ik heb een document wel van de politie, dat ik mijn dingen kwijt ben. Dus ik moest ook nog een keer langer aanschrijven. Ook nog eens aan de inschrijvingen balen. Dus ik was laat. Maar het was nu ook niet... Allee, het was niet uitzonderlijk laat. Misschien drie minuten, misschien dat het vijf minuten was tegen aan de balie. Hier dat ik boven was, was ik denk vijf minuten te laat op de juiste tijd. Okay, maar goed, kijk, dat kan al een keer gebeuren, hè? Inderdaad. Maar dat deed ze lastig overal, hè, om te beginnen. Dat vonden ze al niet fijn, dus ja, vijf minuten zat te laat. Dus ik stond daar, er toen nog bij. Dus de laatste patiënt. Ja, dat is al mij gezegd van tot op de grond aan de balie. Maar ik heb het al gezegd, hè, ik heb respect voor die mensen die er werken. Ze worden te weinig betaald en dan krijgen ze hun situaties allemaal. Hè. Ja, maar dus even te zetten. Dus er zou blijkbaar een brief moeten zijn geweest die ik zou moeten meegebracht hebben. En die heb ik dus niet meegebracht, want die had ik dus niet. Ja, die zouden moeten gekregen. Maar blijf maar staan, hè. Nee, maar ik vind dat vervelend hoe jij daar zo staat. Ik sta ook zo achter u zo. Allee, ja, oké. Okay. Dat staat dan zo. Dus, en die brief is dus niet bij mij, denk ik. Toch niet dat ik weet. Dus die afspraak is al lang geleden eigenlijk gemaakt. Ik heb dus geen idee waar dat dus die brief was. In maart was ze gemaakt. In maart is die afspraak gemaakt. Ja, mei, juni, we zijn toch wel, het is nog maar drie maanden eigenlijk. Maar toch drie maanden. Maar ja, dus dan was het dus kwijt. En dan zeggen ze, kunnen we helpen? Het is jammer, we kunnen vandaag niet helpen. En de dokter gaat ook naar huis. Want je bent eigenlijk te laat. Kun je dat wel? Ik kom speciaal uit Lille. We voorzien een babysit voor ons. Je zit er vol met stress. Ik ben heel erg zenuwachtig voor. En nu ga jij mij niet helpen. Dat is de administratie, zegt ze. Ja, zo werkt dat hier. Maar ja, weten wij niet, hè? Ik bel dan uiteindelijk ook. Ja, dan dacht ik van, misschien gaat dat nog in onze oude auto. Dus ik ga dan de garage bellen waar onze oude auto staat. Vraag, ligt daar dat document? Ja. Nee, dat ligt daar niet. Dan bel ik uiteindelijk nog de gynaecoloog op. Zij hadden dan blijkbaar dat document digitaal bezorgd. Niet aan mij. Nee, waarschijnlijk niet aan mij, maar waarschijnlijk kan nog eigenlijk het andere ziekenhuis, in Geel trouwens, ze zitten in turn-out. Omdat onze gynaecoloog samenwerkt met het ziekenhuis van Geel, dan zou waarschijnlijk zo een beetje de gewoonte zijn geweest van altijd Arcala richting Geel sturen en zo is het dus misgegaan. En toen? En zo is het misgegaan. Ja, dan heb ik uiteindelijk, hebben ze voor mij een nieuw document opgemaakt, want dat is kwijt, ze weten zelf ook niet waar het zit. Ze hebben dus een nieuw document opgemaakt, het ziekenhuis van Geel trouwens, maar dat is dus niet de dienst mammografie, maar dus echt de dienst gynaecologie heeft een nieuw document voor mij opgemaakt. En met dan dat document hebben ze mij dan toch nog wel willen helpen. En hebben ze mij wel heel goed ook wel geholpen. Ja. Dus, maar de dokter was al weg. Ja, de dokter. Nee, de dokter was een dokter langer gebleven voor mij. En ze hebben mij toch wel heel goed nog wel geholpen. Daar ben ik toch wel heel blij om. Had hij een brief nodig, hè? Een brief, dat is belangrijk. Een brief is in ieder geval. We leven nog altijd in een bureaucratie. Je hebt nog altijd brieven nodig in het leven. En dan, het is dan grappig, want dan, de gynaecoloog zegt, maar die is dan digitaal bezorgd. Zeg, aan mij, nee, aan het ziekenhuis. Ja, waar dan? Ja, dat weet ik niet. Ik vind het ook niet. Kijk, je ziet, een stom brief. We moeten het toch nog altijd bijhouden in het leven. Ja. Administratie, dat is een van de belangrijkste zaken in het leven. Dat is altijd gebleken, zelfs in deze digitale tijdperk. Waar ik zelf helemaal niet achter sta, hè, waar je alles digitaal hebt. Hè. Kijk, hebben we toch nog altijd een brief nodig. Hè. Voilà. Ja. En nu, het kaartje voor de parking, dat is ook met een brief weer. Was ik eigenlijk mijn horloge aan het zoeken. Een horloge. Zijn je dat ook nog kwijt? Je is horloge kwijt. En dat is er ook nog uitgedaan waarschijnlijk. Ah, ja. Ja. Kunnen we een keer terug gaan naar de dienst? Allee, daar heb ik nu wel geen zin in. Ah ja, nee, ik heb ze. Ah,
Allee dan. Gelukkig. Wat een spanning maar hier allemaal, zeg. Ik heb ook wel nog een keertje even, dus ook nog wel mij even nog moeten excuseren, want die mensen hebben wel heel veel moeite nog voor mij gedaan. Dus dat en dan is toch fijn. Nog? Allee, ja. Maar kijk, voilà. Kijk, dus, en waar hebben ze dan nog zoveel moeite gedaan? Aan, ja, aan, ze de, aan de receptie ook, dan nog? Ik heb het ziekenhuis nog gebeld op de dienst zelf. Amai, zeg, ja. Als ik er had blijven staan, had ze waarschijnlijk allemaal niet meer gedaan, want ik ben eruit gevlogen. En jij was een beetje. Ja, dus, maar ik kan daar niet tegen hebben. En ik heb dus meer bereikt dan jij zou hebben. Ah, maar natuurlijk, ik weet je dat wel. Maar ik ben iemand die veel te snel ontploft in zo'n situaties. Ik kan niet tegen onrecht. Ik heb een ticket. Ah ja, dan moet je nog betalen. Er is jouw zeggen, maar waar? Ja, ik weet het ook niet zo waar dat is. Wat het een automaat is, hè. Ze waren dan uiteindelijk toch nog vriendelijk. Ja, ja. Echt super vriendelijk. Hey. Mooie auto, hè. Kijk eens hier. Onze kleine zoons, hè. Hallo, zoontje. Ben je een boekje aan deze? Heel flink geweest bij oma en opa. Oma en opa, goed zorg gedragen voor onze kleine Jules. En nu kunnen we hem terug mee naar huis nemen. En wij moeten nou weer terugrijden. Hè. Het was een bewogen dag vandaag, hè, schat. Ja. Het was eigenlijk vooral allemaal een beetje druk. Stress voor jou. Hè. Druk. Maar ik ben blij dat het allemaal is opgelost geraakt. Dat, dat je de controle achter de rug hebt. En moet je nog resultaten krijgen ook nog? Of, nee, heb ik niet al toch gehad. Heb dat direct gehad. Voilà. Ja. En het was allemaal... Nee, dus alle onderzoeken waren oké. Ik heb wel verschillende kistes in beide borsten. Hier zitten zelfs meerdere kistes samen, blijkbaar. Maar niets om mij zorgen over te maken, maar ik moet nog wel gewoon een keer gereed laten controleren. That's it. Morgen zijn we weer. Nieuwe video. En dan is het na nieuwe ons dag, of tijdens video. Ons koffiehuis gebeuren. Het zal een beetje afhangen van hoe druk dat allemaal wordt. Ja. Hè? Maar tegenwoordig... vorig weekend was het al redelijk druk. Zo moeilijk om tussendoor te vloggen. We zullen zien. Maar we proberen. We doen ons best. En sowieso, nieuwe video. Wat er ook gebeurt, altijd blijven lachen. Tot morgen. Morgen.